Ja, ik woon heel lekker in mijn huis. Ik heb dubbelzijdig glas, dus best comfortabel. Maar langs de ramen is het toch vaak nog wel fris. En zeker als ik daar zit te lezen, een boek of de krant, dan is het me soms te koud, zeker in de winter. Dus daar gaat vandaag wat aan gebeuren. Dus je haalt eerst de aluminium profielen eraf. En dan moet je dus zien dat je het kozijn niet te veel beschadigt. Ja, in eerste instantie de oude tochtstrips eraf, zonder het kozijn te beschadigen. Dat lukt hier? Dat lukt hier aardig goed. Daar kun je gewoon een oude beitel voor gebruiken. En wat ben je nu aan het doen? Ik ben de oude nietjes eraan het inslaan in plaats van eruit trekken, want dan beschadigt het kozijn minder. Dus nu moet je die nieuwe strip, die Buva Solid Seal, moet je op maat maken? Ja, die gaan we in het verstek monteren. En dat is heel eenvoudig met een Stanley mes in verstek te snijden. En het is dan handig dat er een versteklijn op je werkblad staat. Dan kun je gewoon met het mesje een verstekje eraan maken. Dus nu gaat de nieuwe tochtstrip erop met de tekker. Leen, hoe werkt dat verder? Ja, je hebt een niet-tekker nodig. Het moeten wel per se nietjes zijn. En voor de rest is het heel eenvoudig. Je niet hem gewoon om de 10, 12 centimeter. En ja, meer is het eigenlijk niet. Oké, nou, laat zien. Wat heb je voor spullen nodig voor deze klus? Nou, om de hele klus te doen heb je een oude beitel nodig om de oude tochtstrips eraf te halen. En een hamer natuurlijk. Een dreveltje om de nietjes erin te slaan. En verder, soms is het handig om een schroeftol bij je te hebben als er wat hangersluitwerk los moet. En voor de rest een tekker. En meer hebben we eigenlijk niet nodig. Nou heb ik een modern huis, maar hoe denk je dat het zich verhoudt in oudere huizen waar het wat schots en scheef is? Nou, in oudere huizen is dit perfect natuurlijk, want je hebt heel vaak te maken met deuren die krom zijn of ramen die krom zijn, zodat de oude tochtprofielen niet goed werken. En dit tochtprofiel kan heel makkelijk bewegen, is heel flexibel, dus dit kan veel meer kier opvangen dan de traditionele profielen. En tot hoeveel millimeter denk je? Volgens de fabrikant 6 mm, maar als je dit zo bekijkt, dan is dat zeker wel 8 mm wat hij op kan vangen.